tennisvereniging Rapiditas wil een tennisclub voor iedereen zijn. Dus ook voor mensen met een lichamelijke beperking. Rapiditas wil nu een aantal sportrolstoelen aanschaffen, zodat iedereen kan komen tennissen. Rapiditas is genomineerd voor de Univé Dik voor elkaar prijs. En daarom staan we hier. Dit is een publieksprijs. Maar ja, Rapiditas is een vereniging voor iedereen. En we willen integreren dus eigenlijk ook onze rollers in de vereniging. Dat houdt ook in dat ze meegaan in de activiteiten die georganiseerd worden. En dus het beperkt zich niet alleen tot een uurtje trainen in de week. Nee, het is echt gewoon, ze horen gewoon bij onze vereniging. Een sportrolstoel is heel belangrijk voor een rolstoeltennisser. De wielen. Die staan een stuk schuiner, waardoor de stoel een stuk wendbaarder wordt en makkelijker over de baan kan bewegen. En wat ook heel belangrijk is, het kiepwiel dat achter zit. En in een gewone dagelijkse stoel, daar zit geen kiepwiel achter. We zouden hier dolgraag hier een paar stoelen hebben staan op de vereniging. Waardoor dus ook volwassenen, als die hier kunnen komen trainen. Dat ze niet meteen een rolstoel hoeven aan te schaffen. Rustig overheen. Laat vallen dat blad. Hup. En hangen. Laat vallen. Hup. Een volwassene roller hier van een vereniging, Marieke de Koning, die is lid van Univé. En zij zag dat je een project kon aanbieden en dat je daar eventueel wat geld mee op kon halen. En toen is het balletje eigenlijk gaan rollen. In totaal zijn er 8 projecten zijn er genomineerd. En de eerste 5 projecten die winnen een geldbedrag tussen de 5 en de 15.000 euro. En wij staan op dit moment heel krap 5e. En we hopen inderdaad dat we echt binnen die zone blijven, dat we een geldbedrag gaan winnen. En daarvoor hebben we gewoon heel dringend die stemmen nodig. Stemmen kan nog tot vrijdag 4 november. We'll be right back.